Ze speelden allemaal voor ADO in de periode 95 tot 97. En afgelopen zondag waren ze te gast in het Kyocera Stadion. Ja, dat is leuk. Het is natuurlijk een aantal jaren al geleden. 15, 20 jaar. En nou, sommigen heb je de hele tijd niet gezien. Nou, dat is dit weer leuk, ja. Nou, om eerlijk te zijn was het natuurlijk een moeilijke periode toen. We speelden de eerste divisie, we speelden vrij laag. Er waren weinig centjes, dus dat was wel moeilijk allemaal. Maar gewoon, zeker omdat ik al een dertiger was en die jonge jongens, John de Jong en alles, net opkwamen. Ja, was het wel leuk om met die jongens zo te werken en ook te volgen. Het was voor mij natuurlijk als jonge jongen die vanuit de jeugd kwam heel leuk om het eerste elftal te komen van Den Haag. Helaas speelden we toen wel nog in de totendivisie, Jupiler League. Alleen wat me wel bij is gebleven is dat ik heel veel tot spelen kwam. Ging me ontwikkelen hier en het was vooral een vriendengroep. En dat was wel erg leuk om mee te maken. We hadden niet het beste elftal, maar het werd uiteindelijk wel een vriendengroep waardoor we tot goede prestaties kwamen. Periodetitel haalden we en ik denk dat me wel het meeste bij is gebleven. Nou ja, vandaag dus de wedstrijd ADO Feyenoord. Nou ja, we kunnen wel een mooie wedstrijd tegen Feyenoord herinneren, ook in eind jaren 80. En ook wel mooie overwinningen gehad. En ook uit in de Kuip gewonnen, een lege Kuip zelfs meegemaakt. 0-2 gewonnen, dus wel goede herinneringen aan. Nou ja, goed, voor ADO denk ik dat het een hele mooie wedstrijd is om de ommekeer een keer te laten zien. Want ja, een moeilijke periode, fijne zin in een wilde. Dus, maar ik denk voor ADO kan dit de wedstrijd wezen om weer terug te gaan waar ze eigenlijk horen. Ja, kijk, ik heb bij PSV natuurlijk in de top van Nederland gespeeld en veel kampioenschappen behaald. Kijk, dat is natuurlijk als voetballer waar je het voor doet. Maar ik als Haagse jongen heb hier een heel goed gevoel. Ik ben als Haagse speler ben ik hier doorgekomen vanuit de jeugd naar het eerste. Dus dat is voor mij voor heel veel waarde. En Den Haag heeft natuurlijk even een speciaal plekje in mijn hart als speler en voetballer uit Den Haag.